de schade aan het spoor en de spoorbaan zoals we die nu hebben kunnen zien, die is behoorlijk omvangrijk. We zullen nog een paar dagen nodig hebben om het hier allemaal te repareren. Een indicatie daarvoor is dat er 6000 dwarsliggers moeten worden vervangen. En ook er zijn technische installaties, bijvoorbeeld aan de overweg, maar ook kabels en leidingen van de apparatuur die hier in de spoorbaan zit. Die moet allemaal gerepareerd worden. Dus het is een enorme klus waar we nu voor staan. En we willen zo gauw mogelijk aan de slag om te proberen om dan in ieder geval maandag weer het treinverkeer hier mogelijk te maken. Wij zorgen in ieder geval dat iedereen zijn werk doet zoals het moet doen. We zorgen ook dat, in principe contact met de onderzoekers doen. Wij doen zelf geen onderzoek. Wij zorgen gewoon dat iedereen de kans krijgt om zijn werk zo goed mogelijk te doen. En dat het op elkaar afgestemd wordt, want dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Je ziet dat alles beschadigd is. De schroeven zijn beschadigd, de kraagbouten. Hier ook, dat die daar overheen gelopen heeft. Dat is allemaal duidelijk te zien. En dit is nog met lage snelheid gegaan, dus het kan verderop nog wel erger zijn. Het had ook gekund dat hij natuurlijk een andere wagen erbij meegenomen had doordat hij eruit gelopen is. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Dus hij heeft maar met één wagen ontspoord. Eén as zelfs maar. De voorste as staat nog gewoon in het spoor. En dus in principe daardoor maar toch wel heel veel schade. Omdat hij waarschijnlijk al 3 kilometer hiervoor ontspoord is. Als je de omgeving ziet, we staan hier midden in een bouwland. Dus in principe met een kraan kunnen we er niet bij komen om hem weg te halen. Plus het herstel van de infra, als daar, zoals ik dacht, 3 kilometer spoor beschadigd is en dat allemaal gemaakt moet worden. Dat kan natuurlijk niet in een halve dag, dat gaat gewoon niet lukken. Plus dat het onderzoek natuurlijk nu loopt. En zolang het onderzoek loopt, de situatie bevroren, kunnen we helemaal niet beginnen. Dus dat moeten we eerst afwachten.